Dag, dames en heren. Dit is venster nummer 12 met het gefilmde nieuws van februari 2019 op pen.nl. En deze keer met wat minder onderwerpen. Opening derde sluiskolk door prinses Beatrix. Tennisvereniging Rijnhuizen bestaat 50 jaar. En gluren bij de buren. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix opende 6 februari de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in bijzijn van minister Koren van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Prinses Beatrix, mag ik u verzoeken om de openingshandeling uit te voeren? Te verrichten. Met het luiden van een scheepsbel markeerde zij het einde van een bouwperiode van 2,5 jaar. En gaf zij het startsein voor de eerste officiële schutting van schepen door de nieuwe kolk. Lieve mensen, u bent allemaal niet van suiker. Dat is wel duidelijk. Heel fijn dat u allemaal hier gekomen bent. Voor de eerste officiële schutting van de derde kolk. Er ligt al een flink konvooi klaar aan het binnenvaartsluis van Nederland. Die heeft sinds vandaag dan een prachtige uitbreiding erbij. Die op de oprichtingsakte staat. Daarna moest er nog van alles gebeuren. We moesten statuten maken en die moesten officieel ingeschreven worden. En de koningin, Juliana in de tijd, moest er ook nog wat van vinden. Moest in ieder geval de handtekening zetten. 10 februari 1969, dat is het moment van oprichting. En dat betekent dat we op dit moment dus exact 50 jaar bestaan. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum presenteerde tennisvereniging Rijnhuizen zondag 10 februari haar jubileummagazine. Met hierin veel verhalen en vooral veel foto's uit de rijke historie van de Nieuwegeinse tennisclub. In 1969 is de vereniging in het toenmalige Jutphaas door 39 mensen opgericht en de 80er Gerard van Beek was één van hen. Op de druk bezochte jubileumreceptie in het clubhuis ontving hij daarom uit handen van sportwethouder Van Engelen het eerste exemplaar van het magazine. 10 februari is het zover. Dan gaan we weer gluren bij de buren. Wat is dat eigenlijk? Waarom doen de mensen dat? Wie komen er? Wie gaan er optreden? Waar kun je optreden? Hoe kun je inschrijven? Genoeg vragen. Rinske, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Jij bent betrokken bij gluren bij de buren. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Laten we beginnen bij het begin. Wie heeft het verzonnen en wanneer is het begonnen? Gluren bij de buren is eigenlijk al heel lang geleden begonnen in Utrecht. En toen heeft het een tijdje stilgelegen en toen heeft Cultlab en Stichting de Cultuurbrigade bedacht, mogen wij het weer gaan beleven. Gluren bij de buren in Nieuwegein was een groot succes. Zo laat de organisatie weten in een eerste reactie. Alhoewel nog niet alle cijfers binnen zijn van het evenement dat afgelopen zondagmiddag werd gehouden in maar liefst 37 huiskamers, zijn de eerste geluiden zeer positief. Niet alleen vanwege de hoge kwaliteit en diversiteit van de optredens, maar ook lieten de bezoekers doorschemeren zeer enthousiast te zijn geworden van het evenement dat voor de 7e keer werd gehouden in Nieuwegein. Ik kan me voorstellen dat hier bijvoorbeeld, waar we nu zitten, een soort huiskamersetting, dat daar een redelijk groot bandje kan spelen. Dat kan ik me voorstellen. Maar in een huiskamer? Lijkt me niet, hè? Dat klopt inderdaad. Er zijn heel veel bandjes die willen heel graag meedoen. En dan moeten we echt kijken of er een groot genoeg huiskamer is. Maar de KOM is ook een partner van Gluren bij de Buren Nieuwegein. Dus hier zal ook een optreden zijn. En dat kan dan inderdaad wat groter zijn. Maar... Tot zover deze aflevering van het februarivenster. Een selectie van de filmverslagen van afgelopen maand. Samengevat in korte fragmenten op pen.nl. En ik wens u een vrolijke lentemaand toe. Tot eind maart.